Barry, goedenavond. Zo te Waregem start al opnieuw heel goed. Bekroond met een mooi doelpunt. Maar dan die rode kaart en alles is weg. Vertrouwen is weg, organisatie is weg, mogelijke overwinning is weg. Graag uw commentaar op de wedstrijd. Nou, tot de rode kaart volg ik u wel en daar ben ik met u mee eens. Na de rode kaart ben ik met u niet eens, want het valt niks weg en organisatie vooral ook niet. Want dat heeft ook mijn collega in zijn uitlatingen ook perfect uitgedrukt. Dat hij gewoon nog het gevoel had dat wij beter tikten, beter doorheen kwamen, ook gevaarlijk waren. Dus in die zin gewoon die constatering ben ik gewoon niet mee eens. Het is zo dat het rode kaart wel een cruciaal moment was. Wij, zoals mijn collega zei, dat verdiend op voorsprong kwamen. Ja, wij wilden heel graag en dat was ook gebeurd. Ja, en toen is het gewoon een moment van rode kaart. Hij speelde gewoon bal iets ver voor zich af en ging gewoon achter de bal aan. En bal trekt namen mee. En het is denk ik gewoon niet echt bedoeld dat hij gewoon een speler gewoon gaat cijfer tackelen, maar gewoon meer verdedigen op de bal. Hij wilde die bal graag hebben. Maar oké. Rood en dat is een cruciaal moment. En dan hebben jongens gewoon toch vanuit organisatie gespeeld. Met 10 man, onder deze weeromstandigheden, is gewoon heel zwaar. Maar oké, team, in de rust hebben we bepaalde afspraken gemaakt. En jammer dat we snel 1-1 krijgen, maar oké, in de rust hebben we bepaalde afspraken gemaakt. En het moeilijkheidsfactor was heel hoog. En ik heb tegen jongens gezegd, nu... laat zien gewoon wat we kunnen en dat we een team zijn, dat jullie heel graag willen. En dat is ook gebleken. Wij kwamen op voorsprong 2-1 uit goede organisatie. Wij kwamen op voorsprong snel daarna op 3-1. Dat is gewoon een hele zuivere doelpunt die gewoon voor zoveelste keer werd afgekeurd tegen ons. Ja, en dan kun je daar tegenover niet meer voetballen. Daar tegenover hebben we wel makkelijke doelpunten tegengekregen. Ja, 2 uit spelervatting. En daar word je daarvoor afgestraft. Maar ja, wij kwamen op 2-1. We kwamen zelfs op 3-1. En we blijken gewoon zuivere doelpunten en geen buitenspel. En daar tegenover kun je niet voetballen. Dus dat is mijn analyse.